En een lang gekoesterde wens gaat na 55 jaar in vervulling in Albina. Gisteren heeft de eerste steenlegging plaatsgevonden voor het Albina Hill Stadion in het district Marowijnen. De voorzitter van de Albina Sportbond spreekt van een belangrijk fundament dat wordt gelegd. Vandaag gaan we een heel belangrijk fundament hier neerleggen, waarop generaties na generaties gaan moeten voorbouwen. Om de sport in Albina, maar ook in de omliggende dorpen langs van Albina naar grote hoogte te brengen. Het is niet makkelijk geweest, maar dit bestuur onder leiding van mij, we hadden geloof in. En dit is het van wat nu vandaag geworden is. Dat we hier vandaag staan met z'n allen, totale gemeenschap van Marowijnen, in het bijzonder Albina, om de eerste steen te leggen voor de bouw van het voetbalstadion, welke onderdeel is van het multifunctioneel sportcentrum dat hier moet staan. Bij de eerste steenlegging waren verschillende genodigden aanwezig. Het bestuur van de Albina Sportbond onder leiding van Van Genderen heeft met veel doorzettingsvermogen het realiseren van dit sportcentrum mogelijk gemaakt na 10 jaar inzet. Vanuit de Surinaamse Voetbalbond, SVB, is een groot deel van de financiën, ongeveer $800.000, gedoneerd door FIFA om dit project te realiseren. Tijdens zijn toespraak gaf SVB-voorzitter John Krishnarat aan dat deze sportaccommodatie ook alle bijbehorende functies zal hebben. Als het stadion er is, dan zullen wij hier, net zoals we dat reeds in 5 andere locaties in het land hebben gedaan, zoals Nigeria, Groningen, Para, Kommerwijnen, zullen wij ook neerzetten dus een academie, waar je 2 groepen van jeugd zal hebben, onder 15 en onder 17, zowel jongens als meisjes, die hier dus begeleid getraind zullen worden dus in het voetbal. En tegelijkertijd zal de Albina Sportbond die opdracht meekrijgen om op zijn minst hier een regionale competitie, jeugdcompetitie te moeten draaien. Genevieve Jordan, DNA-lid uit het district, spreekt van een positieve ontwikkeling voor de gemeenschap. Dit moment markeert een mijlpaal voor de gemeenschap van Albina en omstreken. Het laat zien dat we niet alleen dromen van vooruitgang en ontwikkeling, maar dat we deze ook daadwerkelijk realiseren. Sport is een cruciaal onderdeel van onze samenleving. Het verbindt mensen, bevordert gezondheid en discipline en geeft jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen. Dit sportcomplex zal dienen als een plek waar jong en oud samenkomen om te trainen, te leren en te groeien. Het zal bijdragen aan de versterking van de sociale cohesie in onze gemeenschap. Voor de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, ROS, de vicepresident Ronnie Brunswijk en de president van de Republiek Suriname Chandrika Persat Santokhi wordt deze steenlegging gezien als een van de belangrijkste ontwikkelingskansen die de regering waarmaakt voor elke burger. De eerste steenlegging van het Albina Hill Stadion moet worden gezien als een stimulans voor een bredere ontwikkeling van deze grensstad. De realisatie van dit project is het resultaat van intensief voorbereidend werk en toewijdend. Maar die nadien, we brengen dit bij dat die ook toe FIFA, maar SVB, wordt getrangen dat we kiezen op veld Jaso. Dat is een belangrijke stap. En Jaso aan ons begin van voetbal op begin pakken en we zijn zeker dat die Albina ook de in de glorie tijd pakken dat hier. En onze visie als regering blijft ja, een onderwijssysteem er. Laten zoveel mogelijk onze jongeren laten doorstromen in het bestaand onderwijssysteem. Daarmee kan je groeien, daarmee kan je ondernemer worden, daarmee kan je een bepaalde opleiding, een titel krijgen. Ja, dat moet gestimuleerd worden. Maar creëer daarnaast ook sportonderwijs, talentonderwijs. En onze toppers hebben in het buitenland laten zien, je kan ook ja miljonair worden met voetbal. Je kan ook miljonair worden met topsport.